Het is een lastige wedstrijd, een moeilijke wedstrijd, maar ja, we kunnen zeker die wedstrijd winnen. Met dat gevoel moeten we ook het veld instappen. Maar waar is dat op gebaseerd? Nou ja, wij hebben laten zien dat wij met name de manier waarop wij willen spelen, dat we daarin heel bepalend kunnen zijn op het juiste moment. Als je kijkt naar de wedstrijden die we in de aanloop hier naartoe gespeeld hebben, hebben we bijna alle goals hebben gemaakt uit die momenten. Hè? Dat is een bal veroveren of in balbezit vanuit het middenveld, dieptepas. Dan zijn wij levensgevaarlijk voorin. En dat weten zij ook. Maar tegelijkertijd moeten we ook wel realistisch blijven. En we spelen wel tegen Spanje. En dat gaat gewoon een hele zware wedstrijd worden. Dat weten we allemaal. Maar ja, we moeten wel het gevoel hebben dat we die wedstrijd kunnen winnen. Ik ga niet zeggen moeten winnen, want dat hoeft niet. Want, ik denk handen dichtknijpen met een gelijk spel. Ja, nou, maar dat moet straks ook weer blijken uit het wedstrijdbeeld natuurlijk. Het feit is dat Spanje heel graag de bal wil hebben. Nou ja, wij moeten geduldig zijn en zorgen dat we compact staan en verdedigend goed staan. En daar vandaan, wat ik net ook zeg, zijn wij natuurlijk in omschakeling levensgevaarlijk. Ja. Dat systeem, helpt dat erg? Nou ja, zeker tegen Spanje, ja. Ja, nee, want daar is toch eigenlijk voor bedoeld, hè? Nou ja, kijk, als je, wat ik zeg, je moet zorgen dat je compact staat en niets weggeeft. En ja, dat is wat makkelijker in dit systeem. Hè? Dat je toch wat, met name achterin, allemaal wat compacter staat en meer als een blok staat. En ja, daarin moeten we natuurlijk bij balbezit snel open en breed gaan staan. En dan moeten we zorgen dat we zo snel mogelijk de spitsen gaan bereiken. Wij zien die besloten trainingen niet. Daar trainen jullie ook zo op? Op bijvoorbeeld die besloten training van vandaag? Nou ja, dat zijn wel de kernpunten eigenlijk hoe we willen spelen. Hoe we Spanje willen gaan bestrijden. Daar moet op getraind worden. Zeker bij balverlies. Dus balbezit van de tegenstander. Maar ook zeer zeker in de omschakeling. Maar nou, daar liggen onze kwaliteiten. En het kan ook zomaar eens gaan worden dat het spel gaan worden dat wij meer balbezit zullen hebben dan zij. Dat zou zomaar kunnen. En ja, daar moet je ook op voorbereid zijn. Dus dan gaan jullie van systeem wisselen, bedoel jij? Nou, dat zeg ik niet. Maar je kan ook in het systeem wat wij spelen, kan je, dat zal voor hun ook nieuw zijn. Hè? Natuurlijk zullen ze ons nu zo verwachten, omdat ook zij hebben scout. Dus ze zullen ook onze wedstrijden analyseren. Maar wat ik zeg, het kan zomaar zijn dat ze er niet gewend zijn om tegen ons te spelen, als wij in dat systeem spelen. En dat we meer balbezit zullen hebben. En dan moet je zorgen dat je er ook op de juiste manier mee omgaat. Tijdens zo'n training zoals vandaag, legt Van Gaal dan vaak het spel stil? Ja, natuurlijk. Ja, dit is een training waarin je eigenlijk de basis legt voor vrijdag. En ja, daar moet je het spel een aantal keren stilleggen. Ja. Omdat vrijdag moet het allemaal perfect zijn. En dan gaat het beginnen. En ik heb de afgelopen keren dat ik voor jou voor de camera stond, heb ik gezegd van ja, kleine foutjes, hè, die zullen er nog wel in zitten. Die mogen we ook wel maken, zeker in oefenwedstrijden. Maar vrijdag niet meer. En dan moet het 100% perfect zijn. Alleen dan heb je kans van slagen.